We mogen geen vuurwerk afknallen dit jaar. Wel karbiet, maar karbiet is niet echt mijn ding. Ik moet gaan zitten. Tandjes, man. Maar gelukkig is er een alternatief en dat ligt hier achter mij. Waar kijken we in hemelsnaam naar? Wij kijken naar wat wij noemen de 100.000 klapper. Een hele streng vol met ballonnen die achter elkaar tot knappen gebracht kan worden. We houden van vuurwerk, mensen houden van vuurwerk. Ze leven naar een piek toe en dat is die 12 uur. Dat ze allemaal naar buiten gaan en met iedereen gezellig op de straat. Ik denk dat dat een heel gemis is bij de mensen thuis. Hoe krijg je dit voor elkaar? Je blaast ballonnen op en je doet ze per vier doe je ze aan het touw. En dan wikkel je het touw om alle vier ballonnen heen. En dan pak je de volgende vier ballonnen. Die wikkel je weer om die vier ballonnen heen. En zo ga je eigenlijk door. Dus het ouderwets handwerk dus? Ouderwets handwerk, jazeker. Alleen het blazen dat doe ik stiekem niet met de mond. Hoe krijgen we de gewenste knal? Ja, we hebben een heel mooi plankje gemaakt. We hebben een heel mooi plankje gemaakt met schroeven. Daar trekken we hem eigenlijk met een touw. Er zit een touw doorheen en daar trekken we hem tegenaan. Zelfs voor iemand met twee linkerhanden en een enorme angst voor karbiet. Ik zeg niet wie. Is dit... Ze zijn er. Ze bestaan, dat weet ik uit eerste hand. Is dit een goed alternatief voor oud en nieuw? Ja. Oké, dat is het plankje. Dat is het plankje. En daar trekken we al deze ballonnen doorheen. Ja. Ja, één persoon houdt het plankje vast en de andere persoon die trekt aan het touw. Safety first, ook bij het ballonknallen. Hey! Nou, dat is minder eng dan karbiet in ieder geval. Dus ik ben om. We zijn eruit. Ik heb het binnen voor dit jaar. Fijne jaarwisseling en doe voorzichtig, hè.